Herodotus, boek 7, paragraaf 157. In 480 voor Christus staat Xerxes voor de deur bij de Grieken en de Grieken kloppen aan bij Gelon, tiran van Syracuse, om hulp. Reden voor Herodotus om iets meer over Gelon te vertellen. In 153 bespreekt hij eerst zijn afkomst, vervolgens in 154 zijn militaire optredens en promotie in het leger om vervolgens in paragraaf 155 zijn machtsovername op te tekenen in zowel Gela als Syracuse. Dan regeert Gelon in Syracuse en maakt de stad welvarend door het rijkste deel van de bevolking van overwonnen steden in Syracuse te plaatsen en de rest als slaaf te verkopen buiten Sicilië. En dan komt Herodotus weer terug bij het verzoek om hulp van de Spartanen in paragraaf 157. De zin begint met een bijzin, totte, en wordt direct onderbroken door een bijzin ingeleid door hoos. Totte betekent op dat moment en de bijzin ingeleid door hoos toen, hoi angeloi, de boden, en de boden zijn toon hellenon van de Grieken en apikato is gelijk aan apikonto. Een derde persoon meervoud aoristes waren aangekomen en zij komen aan es Syracusa's in Syracuse. Syracuse is altijd meervoud, zoals ook de stad Athene altijd in meervoud wordt gezet. Nou, en eltontes, participium aoristes, gekomen zijnd es logus, tot woorden, kun je dus ook vertalen met zij hadden hem. Spreken hadden gekregen en wie je te spreken krijgt, staat inderdaad, die was hem. Is dat hier autoi? Elegon, een imperfectum, zei Elegon, zij zeide tade het volgende. Tade verwijst altijd naar wat nog komt. De bodes beginnen met wie hen gezonden hebben en waarom zij gezonden zijn. Emempsan is een aoristusvorm, een derde meervoud, zij zonden hem als ons. Daarmee bedoelen ze. Verwijzen ze terug naar zichzelf. Het onderwerp is lakadaimonioi. En dan volgt er een tekai athenaioi. Dit staat, athenaioi staat tussen vierkante haken. Het is een toevoeging. Als het niet toegevoegd zou zijn, dan zou Athene gewoon deel uitmaken van de hoi touton sumagoi van de bondgenoten van hen. En dat is een iets wat minderwaardige positie. Vandaar dat een kopiist heeft gemeend het te moeten toevoegen. Nou, door de opsomming, de Spartanen en de Atheners en de bondgenoten van hen, moet blijken alsof iedereen meedoet. Hier hebben we te maken met een polysyndeton. En het waarom wordt uitgelegd met een participium futurum. Paralampsomenos. De psi geeft aan dat er sprake is van een sigmatische. En de omikron geeft dan weer dat het futurum is. Was er een sprake geweest van een aoristus, had er een alfa gebruikt moeten worden. Om als bondgenoot te nemen. En wie als bondgenoot neemt, staat in de accusativus jou. Proston barbaron tegen de barbaar of tegen de niet-Griek. Dit woord is enkelvoud en dat is een collectief enkelvoud. Je vertaalt het als meervoud. In het vervolg blijkt dat hiermee Xerxes wordt bedoeld. Dan volgt er een accusativus ton met een participium ton epionta. En die zijn afhankelijk van het werkwoord puntaneai. Puntaneai is een tweede persoon enkelvoud. Medium hier. De uitgang is zoi, mooi zoi toi. Sigma is weggevallen, maar oi is nog niet samengetrokken tot het attische ei. Jij hebt vernomen en wat je verneemt staat met een ACP, ton, degene. En dan epionta is het participium van epeimi gaan. Epionta die een aanval doet, epi op, ten, helada op. Griekenland. En dat doet hij pantos koe. Dit is een bijwoord bij het puntaneai. Jij hebt het vast wel vernomen. Eerst is hij heel vaag. In ACP vertelt hij wat hij gehoord moet hebben. En daarna volgt het concreter in een hotizin. Dat, hoor Perses aner, dat de Persische man, hiermee wordt Xerxes bedoeld, melei zal en bij die melei
volgt een infinitivus stratelatae zijn. De Persische man zal een veldtocht ondernemen. Tegen wie je een veldtocht onderneemt staat met epi plus een accusativus tegen Griekenland. Daartussen staat hoe hij dat doet. De Persische man is Xauxas, participium aoristus van Xauxnumi, nadat hij een brug heeft aangelegd over ton Hellespont, over de Hellespont. En hier hebben we een participium praesens, epagoon, brengend ton straton, het leger. En het is niet zomaar een leger, maar ertussen staat dat het eoion is uit het oosten. En dat is ook nog ectes Asius. Hij brengt het leger uit Azië. En dan volgt er weer een participium. Poiaumenos, de ui, is samengetrokken uit een eo. De poieomenos. Eo trekt soms samen tot ui bij Herodotus. Nominatief is mannelijk enkelvoud. Het hoort weer bij de Perses aner, bij de Persische man, gemaakt hebbend, of makend, een proschema, een schijnmotief. Een schijnmotief gebruikend. Hoos betekent hier dat Elauna, dat Elaunai, dat hij trekt. Ep Athenas, dat hij trekt naar Athene. En dan hebben we een mende constructie, maar en nooi. Egoon, in de geest hebbend, van plan zijnd, Pasa ten Hellada, geheel Griekenland, hup plus een dativus, onder zichzelf, poiesastai, infinitivus aoristus, te maken, te onderwerpen. Xerxes heeft hier dus niet de hele waarheid verteld. Mogelijke redenen is dat hij Atheens, dat hij hoopt dat anti-Atheense Griekse steden zullen aansluiten bij hem. En daarnaast, heel Griekenland veroveren is een langere expeditie en zou demotiverend kunnen werken voor zijn troepen. Xerxes is nu op drie manieren genoemd. Allereerst is hij ton barbaron genoemd, de barbaar, de niet-Griek. Tweede zien we hier bovenaan ton epionte, degene die een aanval doet. En de derde is Perses aner, de Persische man. Met deze drie verwijzingen wordt Xerxes bedoeld. En dan verschuift de focus naar Gelon Sude, maar jij? En volgens de uitgever moet hier een anticiperend gar worden toegevoegd. Dat je moet vertalen met omdat. De argumentatie komt namelijk voor de mededeling die wordt verklaard met de garzin. Nou, bij Sude volgen, maar jij, daarbij volgen twee uitspraken die verbonden worden met te kai. Dynamios is een genitivus enkelvoud van dynamis. En daar hoort megales bij. En dynamios, megales, grote macht. En het staat in de genitivus omdat het hoort bij hekeis. Jij hebt, jij bent gekomen tot, je hebt bereikt. Wat je bereikt staat in de genitivus, grote macht. Kai en moira, een deel. En toi is dan gelijk aan het Attische soi. Staat eronder nog een keer opgenoemd. En een deel. Toi aan jou, tes Hellados, van Griekenland. En dat is ook niet ella giste, niet het kleinste deel. Meta moet je hier lezen als metesti, behoort aan jou. Dus metesti plus een dativus, aan jou behoort niet het kleinste deel van Griekenland. Aan jou is de dativus, daar hoort dus het participium argonti bij. Heersend, terwijl je heerst, omdat jij heerst over Siciliës, over Sicilië. Ze rekenen Sicilië hier dus ook bij Griekenland. Nadat ze hebben aangegeven waarom ze bij Gelon gekomen zijn, omdat hij heerst over het grootste deel en over een groot deel en omdat hij grote macht heeft bereikt, dan komen ze met hun verzoek. Weer twee delen, weer met te kai
verbonden en. Eerste boetai, een imperativus enkelvoud presens, een gebiedende wijs. Help, wie je moet helpen, staat in de dativus. Help, toisi eleuteroisi. Help degene die bevrijden. Het is een gesubstantiveerd participium. Bij personen kun je dan goed vertalen met degene die. Help degene die bevrijden ten Hellada, Griekenland en zijn elete. Sun e luiteru, een tweede bevel, een imperatiefs enkelvoud prijzen en help mee te bevrijden. Dat is het verzoek dat ze doen, tweeledig. En dan volgt de uitleg met een garzin, want ook deze valt weer in twee delen uiteen. Dat zie je aan de men en vervolgens de constructie. Hales is een bijvoeglijk naamwoord. Hier het naamwoordelijk deel van het gezegde. Bij genomene. Participium aoristus. Verenigd geworden zijnd. En het onderwerp is Pasa he Hellas. Heel Griekenland. Nadat heel Griekenland verenigd is. En dan persoonsvorm. Syn agetoi. Wordt het verzameld. Het onderwerp is Pasa he Hellas, wordt heel Griekenland verzameld. En het geire megale is predicatief gebruikt als een grote macht. Vormt het een grote macht? Dat is dus één reden om te helpen. Als heel Griekenland verzameld is, vormt het een grote macht. En, ginomata, Preussens eerste meervoud. En worden wij, axioma gooi, naamwoordelijk deel, worden wij opgewassen. Waartegen je opgewassen bent, zij is inderdaad die toisi epiusi tegen degene die een aanval doen. Weer gesubstantiveerd participium, maar hier hebben wij wel een meervoudsvorm, terwijl we eerder drie keer een enkelvoudig vorm zien. Dan volgt de tegenstelling met de, maar. En is Ean staat ook weer hieronder aangegeven, is een van de taaleigens die je moet kennen van Herodotus. Ean is weer Ean, maar als Hemeon, als één van ons, en dan, maar als van ons, en dan heb je een hoi men, hoi de constructie, dat betekent sommigen, hoi men, hoi de anderen. En vervolgens zien we, kataprodidosi, uitgang ozi, lange omega, geeft aan dat er een conjunctivus wordt gebruikt. En hier hebben we dus een conjunctivus na het voorvoegsel am, want en is eam, en an plus een conjunctivus in de bijzin heb je twee mogelijkheden, ofwel het is een futuralis of een generalis iterativus. En hier hebben we te maken met een generalis. Want wanneer als van ons sommigen kataprodidosi verraad plegen, hoide en anderen me, en dan ook weer een conjunctivus vorm, en anderen niet willen timoren ein, niet willen helpen, dan behoort Gelon natuurlijk tot de groep die geen hulp geeft. Want hij pleegt geen verraad, maar hij wil dan niet helpen. En wat is de consequentie dan? Tot de hygienon, het gezonde tes helados van Griekenland. En dan ei betekent is, oligon is weinig, is klein en hieronder vallen. In ieder geval Athene en Sparta. Dan is het. En het gezonde deel van Athene klein is. En dan volgt de danzin. Tuto deinon ginetai. Dan is dit. Dan wordt dit. Ede al deinon. Verschrikkelijk. En vervolgens hebben we hier. Me. Na een werkwoord van vrezen. En dan hou je het met dat. Dan wordt dit. Verschrikkelijk, dat per se, dat valt, Pasa he Hellas, dat heel Griekenland valt.
Met een Gagarin gaan ze nu uitleggen waarom heel Griekenland valt. En onder Griekenland valt ook Sicilië, zoals we eerder hebben gezien. En ze gaan dat nu uitleggen, want Elpizeis me, want verwacht niet. We hebben hier te maken met Elpizeis, een conjunctivus in de hoofdzin. We hebben drie mogelijkheden. Een aansporing, maar eigenlijk is die voornamelijk in de eerste persoon meervoud. En er zou sprake kunnen zijn van een twijfel of aarzeling, maar die zien we in vraagzinnen, de conjunctivus dubitativus. En hier hebben we te maken met een verbod. Verwacht niets, je moet namelijk niets verwachten. De conjunctivus prohibitivus, want verwacht niet. En dan hebben we weer het woordje en dat hier ean betekent. En dan hebben we in de bijzin an plus een conjunctivus. De conjunctivus hierbij is katastrept etai, ook weer een lange uitgang, etai, kenmerk van de conjunctivus. Hier hebben we te maken met een futuralis. Net hadden we een generalis, maar hier een futuralis. En dat kun je ook zien omdat in de hoofdzin een futurumvorm wordt gebruikt. Als ho perses, als de pers aan zich onderwerpt, hemeias, ons, nadat als de pers namelijk ons aan zich onderwerpt of zal onderwerpen als futuralis, en die pers die doet dat kratesas, een aoristes participium, congrueert met perses, overwonnen hebbend, nadat hij heeft overwonnen, maag hij, een datief is enkelvoud, in de strijd. Nou, verwacht niet, want je moet niet verwachten dat wanneer de pers overwonnen hebbend in de strijd ons zal onderwerpen, dat Oekie, hek zei dat hij niet zal komen para C naar jou. En er ligt veel nadruk in deze zin. Allereerst door het woord Oeki te gebruiken, geeft dat meer nadruk. En het woordje ge benadrukt het woord dat ervoor staat. Maar, zegt hij, pro tutu, maar voor die tijd, phylaxai, een imperativus, wees op je hoede. En dan zegt hij, legt hij uit, gar, want, boeteion, helpend, participium praesens, wie je helpt, staat weer in de dativus, helpend ons, timoreis, dan help jij, se jou toe, help jij jezelf. En hier hebben we te maken met een chiasme, want we hebben eerst het werkwoord, dan het leidend voorwerp ervan, weer het leidend voorwerp en dan weer het werkwoord. En beide werkwoorden hebben hun het leidend voorwerp in de dativus, de aanvulling in de dativus. De gezanten sluiten dan nog af met een algemene uitspraak, dat noem je een sententia of een gnome. De persoonsvorm is etelei. Het onderwerp daarvan is teluitei greste. Teluitei greste, een goed einde wil, epigenestai, wil gebeuren, infinitivus. En daarbij hoort een dativus. Toi ui buluitenti pragmati. Toi pragmati is aan de zaak, en die zaak is ui buluitenti, een participium aoristes passief, die goed besloten werd. En dat gebeurt dan hosto epipon in het algemeen. Nou, het een goed einde wil gebeuren, wil voorkomen. Daarmee wordt natuurlijk het overwinnen van de persen bedoeld. En de zaak die goed besloten werd, dat is dus dat Gelon de Atheners en de Spartanen gaat helpen. Nou, ze hebben nu drie redenen gegeven om Gelon om hulp te vragen. Allereerst geven ze aan, je bent erg machtig. Daarnaast hebben ze gezegd dat hij een groot deel van Griekenland bezit. En de laatste reden wordt hier genoemd, is dat hij zelf ook gevaar loopt.